Ja, natuurlijk Visje hier weer en welkom natuurlijk weer bij een nieuwe aflevering van wat ik deed voordat ik aan YouTube deed. Dus wat deed ik qua games, zeg maar, voordat ik aan YouTube begon. Want, ja, dat is op zich wel hartstikke leuk natuurlijk, want ja, ik ben natuurlijk niet altijd YouTuber geweest, maar ik ben wel natuurlijk altijd een gamer geweest. En, ik heb al heel wat games laten zien. Vandaag ga ik Crackdown laten zien, van 2007 alweer. In deze game is het eigenlijk zo dat jij gewoon een politieagent bent, hè? Een agent, en die agent heeft special abilities. Dat zie je in dit geval links staan. Daar zie je allemaal staan welke level die is en zo en hoeveel sterren. Dat moet je upgraden natuurlijk. En je krijgt ook steeds zwaardere gangs tegen, zal ik het zo zeggen. Ik heb al heel wat gespeeld ervan. Ik heb zelfs een keertje uitgespeeld. Voor mij is het een keertje het nieuwe save game en zo. Want ik had hem een keertje op een andere account gedaan. Maar ja. We zijn hier dus eventjes gewoon bij een baas. En ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet weet hoe ik daar ook weer moet komen. Dat is altijd leuk. Want ja, dat is natuurlijk zo lang geleden van mij dit, hè. Kijk, ik ben echt super sterk. Super tof. Trouwens, als je een Game Boy wil hebben, kost echt een tientje of zo. Het kost echt helemaal niks meer. Gewoon dit. Even kijken, op de map. Want, hier zie je de stad. Ja? De stad bestaat uit vier plekken. Je hebt de agency, zeg maar het politiebureau, in het midden van de map. Daarnaast heb je dus Los Muertos. Je hebt Volk. En je hebt Saigon. En ik weet niet precies wat. Voor mij begin je in Los Muertos. Begin je. En je ziet daar heb ik al die bazen al verslagen. Want er staat een kruisje doorheen. Maar hier op waar ik nu ben, dus Volk, heb ik dus niet alles verslagen. Ik ga even kijken of ik er naartoe kan komen. Dat is wel een goeie, want ik moet je eerlijk zeggen dat ik het helemaal niet meer weet hoe en wat en waar je naartoe moet gaan. Kan ik hier bovenop in één keer? Nee. Ik ben er niet zo hoog qua springen en jumpen en weet ik veel abilities dat ik daar op kan komen. Ja, hier wel. Oké, we gaan even kijken hier. Maar het is in ieder geval best een hele toffe game. En vooral die gangs uitschakelen is gewoon echt super tof. Daarnaast heb je ook gewoon heel veel missies dat je gewoon kan racen. Je kan gewoon schietmissies doen. Gewoon losse missies. Echt super tof is dat. Wat echt heel leuk aan deze game is dat je hem co-op kan spelen. Ik heb hem ook echt super veel gespeeld met Paul samen. En kijk, eigenlijk moet ik daar naartoe gaan, volgens mij. Ja, voor mij moet ik daar naartoe gaan, maar voor mij kom ik daar niet zomaar. Kijk, ze hebben dat precies afgebakend, dat je precies via één plek daar naar binnen moet gaan. Boe, jumpen. En ik kan hem wel aanraden. Als je hem ooit een keertje wil kopen, dan zou ik het zeker doen. Wat is dit dan? Wat wil jij? Zo. Kijk, dan kill je iemand. Kijk, en dan krijg je. Ondertussen zie je level omhoog gaan van je schieten. Hé, je pakt die orbs op. Zeg maar. Wat de fuck? Wap. Je hebt maar wel een beetje auto-aim hoor, dus het is niet zo heel erg ingewikkeld. Maar. Oh my god! Criminals up above! Nee, maar het is echt een hele relaxe game. En ook veel, gewoon dat je moet levelen en zo. En je kan missies doen. Het is gewoon echt. Je kan echt van alles doen, weet je? Dat is gewoon fucking leuk. Ga ik nooit redden hoor. Het beste is ook trouwens om dit te spelen in de co-op hoor. Oh, mijn eerste heldenbalkje is weer leeg. Nou, daar gaat hij. Dus hoe verder je komt, hoe sterker je wordt, zeg maar. Alles wat je doet in de game zorgt ervoor dat je gewoon beter wordt. Fucking hell. Ik kom niet weg. Hey, dit is altijd handig, een orb. Dan krijg je
Van alles wat gaat je level omhoog, dat is mooi. Jongen, jongen. Ik ben echt super zwak nog hiervoor hier. Huppa. Hup, even schoppen. Wow, fucking cool. Het is moeilijker dan je denkt. Maar wel heel erg leuk. Het is echt leuk om dit te spelen. Ik heb het echt denk ik wel... Ik heb hem in ieder geval helemaal uitgespeeld. Dat in ieder geval. Hoppa. Oh oh. En je bent dood. En dat is het enige kleine nadeel wat je hier hebt. Als je dood bent, begin je helemaal weer opnieuw. Lekker hoor. Ja, dan gaan we even kijken of we ergens anders toe kunnen gaan. Misschien dat we een leuke race kunnen doen. Want ik ben niet zo sterk dat ik dat kan doen. Hier zit die baas. Kijk, er zit zo'n tekentje omheen. Hè? Daar ben ik net geweest. Ik kan echt, nou ja, je ziet het gewoon. Je kan alles doen op de map. Van alles. Ik ben overal naartoe en ik zag daar iets van orbs en zo liggen. Die moet je allemaal gaan pakken. Dan kun je weer levelen, achievements halen. Echt heel erg uitgebreid deze game. Voor zeker voor toen de tijd 2007. En ook eigenlijk best wel een leuke stijl, weet je. Een beetje arcade, een beetje cartoonachtig. En op het laatst, kijk, als je sterker bent, hè, dan kan je bepaalde plekken kan je wel opgaan. In plaats van in begin kan je dat niet. Daarom is het zo, nou weet ik niet, gewoon zoveel replay value zit er in deze game. Zo tof. Ik ga weer omhoog. Kijk eens aan hier. Ja, hier kan ik op. Hoppakee. En dan zien wij hier toevallig. Een orb liggen, 245 van de... Nice work, agent. Van de 500. You're going to be a force to be reckoned with in no time if you keep increasing your core skills like this. Ja. Remember, skills for kills, agent. Skills for kills. Het is echt super vet dit, hè. Het is alleen jammer dat ik niet even een leuke missie kan doen of zo. Dat is wel een beetje jammer, want het is een beetje lastig. We kunnen even hier naartoe gaan. Kijk hier verderop. Er zit ook een baas. Kijk of die wel kan verslaan. Je hoort het ook meteen van, hé, wat er aan de hand is, of je hem kan verslaan of niet. Hè, of je sterk genoeg bent, zeg maar, of dat soort shizzle. We gaan er gewoon even naartoe. Hé, hier zit wat. Ik hoor een geluidje van een orb. Ik hoor het geluidje van die orb, ja. Oké. Nou, we gaan gewoon hier toe. Ross is een race missie. Is wel zo dat je ook nog downloadable content hebt. En die downloadable content, die heb ik niet dan weliswaar. En ja, hoe meer jij zeg maar gebieden hebt veroverd, hè, gewonnen hebt, hoe meer politie er rondrijdt. Dat is wel super cool. Eigenlijk. We gaan even kijken naar die andere ding. Die andere missie hier. It's time to show those peacekeepers how it's done, agent. Kijk, voor mij vindt hij er één nu. Kijk. Your chances look good enough to me, agent. Okay, your chances are looking good enough. Look out, agent. Criminals up above. Ik weet het niet meer. Hoe ik daar kom. Dat is sowieso jammer, want dan kan ik die baas lekker verslaan. En het nadeel is ook als je te stoppen wordt.
dat je hem gewoon weer helemaal opnieuw moet doen. In ieder geval, jullie hebben een stukje gezien van Crackdown. Hoe ik die baas moet verslaan. Ik weet het echt niet meer. Het is echt voor mij zo lang geleden. Maar in ieder geval, je snapt een beetje het bedoel van het spel. Ik zou hem eens kijken. Crackdown. Je hebt ook Crackdown 2. Vind ik zelf wat minder dan deze. En er komt trouwens een nieuwe Crackdown aan. Ha, dat is misschien ook tof. Tegen zijn tijd om die te uploaden. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.